Kijkers, we zijn terug en hebben te gast de artiest Nico McIntosh. Nico, welkom in ons programma Actua. Hoe heet het nieuwe lied dat je hebt geschreven? Ja, goedemiddag van mijn kant. Het nieuwe lied heet Serandang Mi Nomor One. Van waar de inspiratie om dit te doen? Wel, een paar dagen terug kreeg ik eigenlijk gewoon een ingeving om een liedje over de situatie te schrijven, COVID-19. En ik heb het gewoon gedaan. Ik heb het geschreven en ik heb het zelf gezongen. Een lied schrijven gaat niet makkelijk, vanwaar de woorden? Het gaat inderdaad niet zo makkelijk, maar als het op je hart zit en je weet precies wat je wil schrijven, lukt het wel. Okay. Wie heeft je geholpen met de melodie hiervoor? Ik heb mijn melodie zelf gemaakt. Okay. Ja, ik heb het zelf gemaakt. Okay. Hoe lang heeft het geduurd om dit alles in elkaar te zetten? Om even vanaf het begin te starten. Ik heb dit liedje letterlijk binnen een uurtje geschreven. De melodie erbij. En de volgende dag ben ik gelijk naar de studio geweest. Dus alles is heel snel gegaan. Laten we zeggen, een weekje. Okay. Voor de videoclip en de opname zelf. Okay. Dit is in verband met COVID-19. Hoe ga jij zelf als persoon hiermee om? Nou, ik denk voor iedereen dat het een... Het doet pijn dat we hierdoor moeten gaan. En we praten niet over een epidemie, we praten over een pandemie. Dat is wereldwijd. En om te zien hoeveel doden er dagelijks vallen, misschien niet in Suriname, maar in het buitenland wel, dan treft het me wel. Het doet ons allemaal, denk ik, heel veel. Oké. Ja. Vind jij dat wij bewust zijn van wat er allemaal gebeurt? Ik denk dat wij nu pas echt bewust worden. Maar het kan beter. Het kan echt beter. Want als ik kijk naar hoe bepaalde Surinamers omgaan met bepaalde dingen, ondanks de regels, de instructies, gaan we er zo nonchalant mee om. Dan vind ik wel dat we nog niet echt op die plek zijn. Okay. Welke zin van jouw lied spreekt jou het meest aan? U hoort het al in de titel, Serandang Mi Nomor One. Dat is het voor jou? Dat is het voor mij. Suriname nummer 1. Het is een COVID-19 lied. Ik heb het aangeboden aan het COVID-19 bewustwordingscampagne. Ik heb ze het gegevens, mijn bijdrage. Maar dat lied praat niet alleen over COVID-19. Ik heb bewust ook gesproken, geschreven over vaderlandsliefde, positiviteit, saamhorigheid en natuurlijk bidden tot God. Want zonder God komen we echt niet hieruit. Okay. Hij alleen moet ons helpen. Als jongere, wat wil jij zeggen aan andere jongeren? Ik wil ze de boodschap geven om zich simpel te houden aan de regels, de instructies en ja, elkaar ondersteunen, elkaar natuurlijk ook bemoedigen en een eenheid vormen, want als ze geen eenheid vormen, dan lukt het ook niet. Okay. Jij hebt dit nu gedaan, Serandang Mi Nomor One. Heb je ook met andere artiesten gesproken om hetzelfde te doen wat jij hebt gedaan? Nee, bij dit project niet. Nee, bij dit project niet. Een van de Surinaamse artiesten heeft me wel een beetje bijgestaan qua de formulering van de woorden. Dat is Enver Panka. Voor de rest, ja, niet echt dat ik met iemand heb gesproken. Nee. Maar vind je dat artiesten hierop moeten inspelen om zo de jongeren vooral, die naar heel veel artiesten opkijken, om dit te doen? Ja, zeker weten. Het is sowieso, kan je gebruik maken van de gelegenheid als artiest. Doe iets goeds met je talent. Ja toch? Doe iets goeds met je talent. Oké. Nou, onze tip voor vandaag aan de samenleving is social distance. Niet makkelijk voor iedereen. In Suriname zijn we gewend om een handdruk te geven, om een brasa te geven, inderdaad, om elkaar een zoen te geven. Hoe ga jij daarmee om? Kijk, het is niet altijd makkelijk. In het begin moest ik echt ook even wennen hieraan. Want ik ben ook iemand die, wanneer ik aankom, is het altijd een kusje, een brasa. Maar uiteindelijk moet je denken aan je zelfbescherming. Ja, zelfbescherming. Oké. Okay. En welke discussie voer jij thuis ook over social distance? Ik voer geen discussie. Als iemand op bezoek komt, begin ik die persoon te spuiten van kop tot teen. Dus wij houden er echt wel rekening mee, om het zo te zeggen. Bescherming voor jezelf en de persoon. Ja. Oké. Heb jij ook gekeken naar beelden van het buitenland? Ja, absoluut. Als u in mijn videoclip, als u het heeft bekeken, dan ziet u ook dat ik enkele beelden heb gebruikt van het buitenland. Eigenlijk ook om de bewustwording op te wekken, want
die beelden zijn zo triest. Misschien dan alleen gaan we echt begrijpen hoe erg het kan worden in Suriname. Okay, ik vraag hoop niet dit. Dat het zo ver komt. Nee, tuurlijk niet. Nee, ik vraag dit omdat jij dus heel jong bent. En soms mensen geen aandacht daaraan besteden om te kijken hoe het wereldwijd zit. Jij hebt ervoor gekozen om dat te doen. Praat jij met andere jongeren daarover? Ik doe mijn best. Ik doe mijn best. Als de gelegenheid daar is, doe ik het wel, ja. Oké. Wil jij het houden op één lied of wil je doorgaan hiermee? Als het gaat om COVID-19. Wel, ik denk dat ik het voor nu even hierop zal houden. Sowieso heb ik wel positieve reacties binnen. Alleen positieve reacties. Mm-hmm. Andere mensen vinden het zo touchy. Andere mensen vinden het is goed, het is nice. Ik voel me bemoedigd. Ja toch? Dus ik denk dat ik het hierop zal houden. Oké. Er is een partiële lockdown van 8 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Wat doe jij thuis met de mensen tegen die tijd? Eten, drinken, we kijken naar televisie en we slapen. Er is niets anders te doen. Oké, en hebben jullie contact met anderen hierover? Misschien een videocall, something? Ja, sowieso. Ik wel. Ik heb ook een broer in Nederland en daar is het veel erger als het gaat om die lockdown. En we praten erover. Het is triest. Het is erg. Ja. Welke oproep wil je doen aan jongeren vooral? Als het gaat om COVID-19, wel, ik heb het eerder al gezegd, maar ik zal het nog een keer zeggen. Houden jullie je aan de regels. Luister naar wat het COVID-19 management team aanbiedt. Hun instructies. Was je handen goed. Doe alles wat je moet doen. En blijf thuis. Als je niet op straat hoeft te gaan, hoeft het niet. Blijf thuis en bescherm jezelf. Mogen we live een stukje van dat lied horen, Nicole? Ja. Sranan mi love you. Oh, mi love you. Srana you tell me number one. And mi begi datalasani sagobung nangayu. Oh, sranan, you tell me number one. Geweldig. Nicole, heel hartelijk bedankt dat je bij ons te gast bent geweest en heel veel succes toegewenst. Graag gedaan en dankjewel. Dat was onze laatste gast voor vandaag in het programma Actua dat live verzonden wordt. U weet het, we hebben vandaag een tip doorgegeven en dat is social distance. Maar vergeet ook niet om steeds je handen te wassen. Vergeet ook niet om steeds als je alcohol in een flesje hebt, dat je je hand daarmee spuit. Of hand sanitizer, als je ergens gaat aanraken, als je een deur openmaakt, als je je auto opendoet. Vergeet niet om steeds je handen te desinfecteren. En onthoud vooral social distance. Het is voor ons een waar genoegen om dit nieuw programma aan u te presenteren. Blijf het live volgen dagelijks tussen 12 en 1 uur 's middags op kanaal 8.2, 8.3 en 12.5. Tot morgen.
blue.